Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Officiële werkbezoeken president Santokki aan Aruba en Curaçao leggen basis voor toekomstige samenwerking. En MAS-opendagen gericht op vergroten bekendheid maritieme sector. Tijdens de officiële werkbezoeken van president Chandrika Prasad Santokki aan Aruba en Curaçao hebben de regeringsleiders intensieve en vruchtbare gesprekken gevoerd met als doel de bilaterale relaties te versterken en de samenwerking tussen de landen verder uit te bouwen. Deze bezoeken, die plaatsvonden van 21 tot en met 23 oktober, markeerden een belangrijk moment in de diplomatieke betrekkingen van Suriname. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking benadrukte de grote betekenis en het succes van deze ontmoetingen die een solide basis leggen voor toekomstige samenwerkingsverbanden op diverse strategische terreinen. Reeds geruime tijd zijn we bezig met de voorbereidingen van deze twee officiële bezoeken. Zoals u weet, vanaf het begin heeft de regering besloten om zo goed mogelijk de relaties met verschillende landen te herstellen. Kleine en grote landen, politieke betrekkingen die belangrijk zijn, maar ook andere die vanuit een historisch perspectief belangrijk zijn. Deze twee landen vallen in de laatste categorie. We hebben een hele nauwe historische relatie. We hebben ook veel Surinamers die wonen op deze twee eilanden, Aruba en Curaçao. De oorspronkelijke bedoeling was om ook Sint Maarten te bezoeken, maar vanwege het feit dat daar de verkiezingen nog niet gehouden waren, is dat niet voorbereid. Dat zal nog gebeuren. In ieder geval, deze twee bezoeken zijn heel waardevol gebleken. Heel succesvol in mijn ogen. Boven verwachting moet ik zeggen. De hartelijkheid, de dynamiek die er is, de positieve attitude, de sentimenten van nauwe banden zijn heel nadrukkelijk naar voren gekomen bij elk gesprek. Of het nou bij de gouverneurs is geweest in beide eilanden, of het nou de minister-presidenten zijn geweest en de ministers, maar ook de samenleving als geheel. De diaspora-gemeenschap, het bedrijfsleven, gewoon individuele Arubanen en Curaçaoenaars zijn heel blij dat we de banden hebben aangehaald. We zijn geen lid, we zijn geen onderdeel meer van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar die relatie die er bestond, cultureel en familiair, maar ook historisch, het gedeelde verleden, dat blijft inspiratiebron van deze goede samenwerking. Dus al met al denk ik dat we mogen praten over een succesvol bezoek. En ook iets dat waardevol kan zijn voor de toekomstige relatie. We hebben verschillende overeenkomsten getekend. Niet alleen nu, maar ook hiervoor. In januari, toen ik hier was, heb ik nog een raamwerkovereenkomst getekend met Curaçao. Die is nu verder uitgewerkt in een protocol, in een overeenkomst die zich met name gaat richten op handel en investeringen. In Aruba hebben we een algemene overeenkomst getekend waarbij de functionele samenwerking op verschillende gebieden aan de orde is. Dus ik denk dat we mogen praten van niet alleen vanuit een historisch perspectief een succesvol bezoek, maar we hebben ook de basis gelegd voor toekomstige samenwerking op het gebied van economie, van handel, van investeringen, ook in het kader van olie en gas. We hebben bijvoorbeeld met Aruba afgesproken dat we zullen nagaan de samenwerkingsverbanden op het gebied van landbouw, met name de export van vis en groenten uit Suriname richting Aruba. De toerismemarkt in Aruba groeit. Er worden meer hotels gebouwd. Er is behoefte aan deuren, ramen, kozijnen van hout gemaakt. Men kijkt uit naar Surinaams hout. Heel concreet, er is behoefte aan vis op de beide eilanden. Dus we zullen met het visserscollectief het vervolg oppakken en kijken op welke wijze en langs welke scheepvaartroute vis aangeleverd kan worden.
Er is behoefte om te praten over samenwerking op het stuk van volksgezondheid en onderwijs. Tussen de universiteiten, maar ook tussen de verschillende ziekenhuizen. De president heeft aangegeven dat het goed zou zijn om na te gaan hoe we elkaar kunnen helpen. We kennen het probleem in Suriname van Surinaamse krachten die besluiten om weg te gaan. Dat is een goed recht, daar staan we niet in de weg. Maar tegelijkertijd moeten we kijken, want een aantal van ze zijn op deze eilanden terechtgekomen. We moeten kijken op welke wijze we optimaal gebruik kunnen maken van dat kader dat hier is. En ook op het stuk van ICT, e-government, hele specifieke onderwerpen. Daar is over afgesproken dat we op technisch niveau verder samenwerken. Ook op het gebied van toerismeontwikkeling. Wij kunnen enorm profiteren van de toerismeindustrie hier in termen van trainingen. Daartoe zijn ze bereid. Met FID, met zoveel experts die gaan komen, moet ons product, onze dienstverlening geoptimaliseerd worden. En die mogelijkheden zullen er zeker zijn. Maar beide eilanden, Aruba en Curaçao, hebben een historie van olieverwerking, opslag met name. Er zijn nog opslagcapaciteiten hier. Zij zijn geïnteresseerd om te kijken wat gedaan kan worden om die opslagcapaciteiten te gebruiken. En wat voor upgrading ze zouden moeten doen om het goed bruikbaar te maken ook voor onze olie. We hebben afgesproken dat met Staatsolie daar verder over gesproken moet worden. Of die behoefte er is überhaupt. En als die behoefte er is, op welke wijze dat zou kunnen. In termen van expertise, er zijn verschillende Curaçaoënaars en Arubanen die elders in de wereld werk vinden in de olie- en gasindustrie. Dat zijn mensen die hier in de tijd zijn opgeleid en goed onderbouwd zijn in olie en gas. De vraag is of misschien zij bereid zijn ook een bijdrage te leveren in Suriname. Misschien heeft Staatsolie ze nodig, andere contractors ze nodig. En het is dichter bij huis. Ik begreep dat deze mensen, deze arbeidskrachten toch liever dicht bij huis willen zijn. En dat zou het makkelijker maken. Dus op een stuk van expertise, arbeidskrachten zou dat ook kunnen. Maar olie en gas betekent ook zorg voor huisvesting, onroerend goed. En daar zijn concrete afspraken gemaakt om wat bezoeken te krijgen van investeerders uit Curaçao en ook uit Aruba. Om aan de ene kant te praten over deelname in het kapitaal dat Staatsolie nodig heeft. Maar daarnaast te praten ook over real estate ontwikkeling. Dus huizenbouw, appartementen en hotels. In dezelfde lijn is er gesproken over dezelfde onderwerpen. Maar er zijn ook hele concrete afspraken gemaakt. Ook op het gebied van justitie en politie. Een samenwerking die al op gang is gekomen. Maar nu gaan we dat verder versterken. Bijvoorbeeld de executie van vonnissen. Zodat we, wanneer er een vonnis is uitgesproken in Suriname, conform hetzelfde rechtssysteem als hier op Aruba en Curaçao. Dan is de bedoeling dat ze het niet hier opnieuw hoeven te doen, maar dat het dan het Surinaamse vonnis zou kunnen blijven gelden. Die dingen worden uitgezocht nu door de minister van Justitie en Politie. Er is ook gesproken, en nadrukkelijk zal daar gesprek over worden gevoerd met onze nationale coördinator. Excuses met betrekking tot het slavernijverleden. Curaçao heeft gevraagd om een nauwere samenwerking op dat stuk. En binnenkort zal er dus goed overleg zijn tussen de minister van Onderwijs hier en onze nationale coördinator, de heer Silvano Tjonahin. De Maritieme Autoriteit Suriname, MAS, organiseert de jaarlijkse Maritieme Opendagen gericht op het vergroten van de bekendheid van de maritieme sector. Tijdens het evenement op 7, 8 en 9 november 2024 zullen bezoekers kennis maken met verschillende bedrijven en organisaties die actief zijn binnen de maritieme sector. Wij spraken de vertegenwoordigers van de bedrijven Kulub Sing Port Facility NV en DS Belcon Suriname NV. Zij vertellen meer over de MAS Open Dagen en wat de verwachtingen zijn. Kulub
Schipsing heeft vorig jaar al eens eerder meegedaan aan de Maritieme Open Dagen. En die waren als heel positief ervaren en zelfs een eye-opener voor ons. Omdat we hebben gemerkt dat heel wat mensen nog niet op de hoogte waren dat Cool Deep Sea Port Facility bestond en al opereerde. De Maritieme Open Dagen hebben heel wat voordelen voor Cool Deep Sea Port Facility. Omdat daarmee in feite het publiek bekend raakt met de activiteiten van Cool Deep Sea Port Facility. En dus ook ziet wat we aan het doen zijn en waarvoor staan. En als we dus activiteiten ontplooien, dat er dus daar begrip voor is. En natuurlijk ook dat er ontplooiingskansen zijn binnen Cool Deep Sea Port Facility. De doelgroep waar we ons focussen op de Maritieme Open Dagen zijn als eerste de studenten. We willen de studenten laten zien dat er na hun studie voldoende mogelijkheden zijn om een baan te vinden in de maritieme sector. En de andere doelgroep is natuurlijk de studenten die aan het afronden zijn vooral. En ook de general public, want alles draait om de oil en gas tegenwoordig. Maar het is niet gezegd waar de mensen van de oil en gas naartoe gaan. Dus we willen het publiek laten zien dat de shorebase van Cool Deep Sea Port Facility er is. En dat de oil en gas mensen dus van daaruit gaan opereren. En dat er daarmee verschillende jobs zijn die bestaan binnen de sector. Waar dus de studenten kunnen inschuiven naar hun studie. Als ze de juiste papieren daarvoor bezitten. Wel, de verwachtingen voor dit jaar. We willen natuurlijk, we hebben niet stilgezeten sinds de MOD van vorig jaar. Er is heel wat groei geweest binnen Cool Deep Sea Port Facility. We hebben wat faciliteiten erbij gekregen. En onze verwachtingen voor dit jaar zijn natuurlijk om die groei te laten zien aan het publiek. Dat we niet hebben stilgezeten. En dat er daardoor ook wordt aangetoond dat er binnen die sector dus ook groei zit. En dat we weten hoe het zit met wat we noemen brain drain in Suriname. En we verwachten dus met onze exposure op de beurs dat de mensen alternatieven wordt geboden. En dat ze dus niet steeds naar het buitenland hoeven te kijken. Ik ben HSE-officer bij Cool Deep Sea Port Facilities. En HSE-officer houdt in dat ik erop toe moet zien dat alle processen, alle werkzaamheden die uitgevoerd worden op KPF... goed en veilig geschieden. Natuurlijk volgens alle veiligheidsregels en standaarden. Standaarden bijvoorbeeld dat we alle processen, voordat een werk begint, moeten we erop toezien dat elk persoon, elk individu dat bij betrokken is bij zo'n operatie, erop van op de hoogte is van alle gevaren. En van die aard of er schade zal gericht worden aan het milieu om dat zo allemaal voor te komen. En middels dat zorgen we ervoor dat we bedrijf en een medewerker ten alle tijde veilig houden. Een van de maatregelen die we genoodzaakt zijn te treffen is heel simpel als de PBM, dat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen. Elke operatie dat uitgevoerd moet worden of zal worden, moet elk individu zo'n persoonlijke beschermingsmiddelen aandragen om zichzelf te beschermen van elk andere hazard of risk dat gepaard gaat met zo'n operatie. Een ander voorbeeld is ook bijvoorbeeld dat we plannen moeten hebben in geval bijvoorbeeld dat we olielekkages hebben. Hoe we dat kunnen containen, hoe we dat kunnen oplossen. Ja, en ervoor te zorgen dat we zo min als mogelijk schade brengen aan het... Wij staan nu in een van onze pipeyards. Die, wat je achter me ziet, er zijn dus dan casings die mainly worden gebruikt in de offshore. Wij bundelen het. Wij bundelen slechts deze casings aan de hand van de preferenties van onze cliënten en hun standaarden. Worden dan geladen op supply vessels en dan worden deze verscheept naar de rig of de FPSO's. Binnen de olie- en gassector staat veiligheid centraal. Om onze operatie veilig af te ronden en te voldoen, zorgen wij ervoor dat we aan die internationale standaarden ook voldoen. Dit doen wij door middel van proper maintenance, het up-to-date zijn met de technologie, requesten van onze cliënten,
Ook daarna zorgen we ervoor dat onze personeelsleden de nodige trainingen hebben, competentie hebben en ook dus dan ook gekwalificeerd zijn om het werk uit te voeren. We hopen wel dit te demonstreren tijdens de massaopendag. Nou, custom brokerage is een onderdeel van freight forwarding, meestal. Als er lading richting Suriname komt, moet die worden ingeklaard. Dan moet dat gedaan worden door een douane-expediteur die daartoe bevoegd is. En dat is dus echt eigenlijk custom brokerage. Moeten invoerrechten worden betaald over de lading die wordt geïmporteerd. En dat is wat een douane-expediteur dus doet. En die services bieden we dus aan. Vaak genoeg wordt dat gekoppeld met een transport, dus trucking naar de locatie waar de lading uiteindelijk opgeslagen of uitgeladen moet worden. Nou, eigenlijk gaat het meer om, in deze fase gaat het om jongeren aware maken dat met de opkomende olie- en gasindustrie er een heleboel werk zal zijn in de maritieme sector en niet alleen gerelateerd aan oil en gas, maar we verwachten een bepaalde spin-off van de olie- en gassector en verwachten daarmee eigenlijk ook dat andere sectoren gaan bloeien, waardoor de maritieme sector in Suriname veel meer ondersteuning nodig zal hebben. Vanuit de zijde van Belcon gaan we jongeren aware maken over wat er allemaal bij ons te doen valt. Een heel simpel voorbeeld. Op onze operations van de Vessel Agency, daar zijn operation clerks nodig die namens het bedrijf de Vessel Agency services zullen aanbieden. Dus die wanneer de schepen worden ingeklaard en gaan aanmeren, ons bedrijf daar gaan vertegenwoordigen om als agent op te treden. Belangrijk in deze is dat we jongeren aware maken van welke services we bieden. Het zijn meer administratieve taken of functies, omdat we in een serviceverlenende organisatie zitten. Maar de focus is eigenlijk om jongeren aware te maken dat er andere functies zijn dan alleen die traditionele functies die we kennen. Je wordt leerkracht, of je wordt arts, of je wordt advocaat. Er zijn ook andere interessante functies en job opportunities die buiten die traditionele sectoren zitten. Dus ik denk dat eigenlijk de bedoeling gefocust is om de jongeren aware te maken dat er andere opportunities zijn. Dus eigenlijk waar wij eigenlijk naar streven is omdat we ook gewoon weten dat ondanks er een heleboel verwacht wordt van de sector of groei verwacht wordt in de sector, we nu in een situatie zitten waarin er een heleboel jongeren zijn die verder willen studeren, maar het zich niet kunnen permitteren. In samenwerking met bestaande instituten die eigenlijk al daarin ondersteunen, willen wij grants aanbieden aan studenten die verder willen gaan studeren in de oil en gas sector. Er zijn genoeg instanties in Suriname, zoals Staatsolie, die dat onder andere al doen. En wij willen ons tientje daarbij bijdragen. De reden waarom we dat doen in samenwerking met bestaande instituten is omdat we wel ervoor willen zorgen dat de grants eindigen of komen bij de studenten die het hardst nodig hebben. Maar wat we zeker willen doen is ervoor zorgen dat het gelinkt is aan prestatie. Toch? Dus een student die bijvoorbeeld een goede middelbare school afronding heeft gehad en uitmuntende cijfers heeft gehad, die verder wil studeren, maar vanwege een bepaalde economische situatie bij het thuisfront zijn ze niet in staat om verder te kunnen studeren, die zouden dan bij ons kunnen aankloppen via het instituut waarmee we samen gaan werken, om dan een aanvraag te doen om in aanmerking te komen voor zo'n grant. En wat we daaraan sluitend ook willen aanbieden, zijn stage mogelijkheden om alvast wat praktische ervaring op te doen in die branche. DS Belcon, ik ga eerst beginnen te vertellen hoe lang we er staan. We zijn opgericht in augustus 2022 en we zijn een offshore logistics company. De DS Belcon doet in principe of biedt diensten aan, zoals Vessel Agency. Dat is dus
zoveel mogelijk diensten leveren aan schepen die zouden moeten aanmeren in Suriname en wij dus de agent voor zijn. Mocht het zijn dat ze personeel moeten, van personeel moeten wisselen op zo'n schip, hebben ze voedselbevoorrading nodig op zo'n schip, noem maar op. Wij zorgen ervoor als agent. Verder door transport. Zoals ik aangaf, crew changes, immigration consultancy, relocation packages bieden we ook aan. Custom brokerage, noem maar op. We zijn een one-stop shop. Yes. Stel dat er een CEO van een of ander bedrijf zich zou moeten vestigen in Suriname. Vaak genoeg als het een gezin, iemand die een gezin heeft, je laat je partner en je kinderen niet graag achter. Wij kunnen dus ervoor zorgen dat we een appartement bij wijze van spreken in orde maken met huis. Kindertjes van zo iemand op school of een school uitkiezen voor die kinderen. Ons verhaal vertellen, tell our story, what we do, wie we zijn. En zoveel mogelijk studenten of leerlingen interesseren om ook een job in de toekomst te overwegen binnen deze industrie, dus de maritieme sector. Ik denk dat die motivatie op zijn eerst aanwezig moet zijn en ik denk dat die interesse moet er zijn. In ieder geval, er zijn genoeg wegen die ze kunnen bewandelen om de informatie tot zich te nemen. Verder heb ik niet specifieke opleidingen of studies die ik zo uit het hoofd kan aangeven waar ze terecht moeten. Behalve de MAS, als je echt een strikt die richting opgaat, dat je daar terecht kan. Dames en heren, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Een goedenavond.